Ja, lezers en kijkers, Ruurlo vandaag op Palmzondag in Ruurlo. En op het Kerkplein wordt een paasstuk opgevoerd en dat gaat er nogal heftig aan toe. Moeten we eens eventjes kijken wat hier allemaal gebeurt. Zo dat dit niet kon liggen. Wordt behoorlijk te pakken genomen. Jezus wat gegeven en wat heeft en Jezus geeft het helemaal over aan God. Jezus geeft heel veel over aan God. Ja. Dit is het Kerkplein. Het is behoorlijk druk vanmiddag in Ruurlo. Mensen, dit is Ruurlo vandaag. Een videoopname. Wat bent u aan het doen? Want het intrigeert me wel, al die eieren hier. Dan moet u even bij de crew wezen. Bij de crew? Ben u de crew? Dit is Ruurlo vandaag. Oh. Ja, sorry hoor, dat we u storen. Maar wat is de bedoeling? Ze krijgen een lepel met ja. Ei erop. Ja. En dan moet ik van de overkant lopen. Oh. Dan krijgen ze een kruisje en dan samen met een boot kaas en eieren spel. Als ze twee kruisjes hebben, kunnen ze straks eens een ijsje halen. Oké. Ja, hoe heet dat spel? Eierlopen. Eieren lopen? Ja. Dus je moet dat ei op die lepel houden? Ja. Maar dat is toch makkelijk? Voor sommigen wel, voor sommigen niet. Ja, je moet niet dronken zijn natuurlijk, maar jullie hebben een veel te groot ei voor een klein lepeltje, toch? Wordt dan waarschijnlijk op de grond geflikkerd. Oké. Wil jij een stukje lopen om te laten zien? Dan zal ik dat even filmen. Ja, vooruit. Ja, vooruit. Maar moet je niet hard lopen dan? Hard lopen, want dan ligt hij helemaal op de grond. Oh? Nou is 25 seconden. Snel, 45 seconden. Godverdorie, ja, te gaat hij. Zo moet het dus niet. Zo moet het niet.